Op de Prinses Marijke school was er een hele sportieve groep 8 met nog een sportievere meester. Ik ben gelukkig dat jullie er zijn. We hebben vandaag 2 spreekbeurten van Yassine en Mehmet. Ik wil Yassine voor de klas roepen. Spreekbeurten gingen altijd over sport. In 1974 zat Nederland voor het eerst in de WK-finale. Speelde heel goed, maar ze verloren helaas. Ik vond het heel geweldig, Yassine. Van mij mag je lekker 5 rondjes extra rennen. Dankjewel, meester. De volgende spreekbeurt wordt door Mehmet gemaakt en ik wens je heel veel succes. De Olympische Spelen worden in 2013 gehouden in Londen. Geen 2013, maar 2012. Je weet wat dat betekent. 5 keer opdrukken in het midden van de klas. 1, 2, 3, 4, 5. Jullie weten wat het betekent. Jullie hebben over 10 seconden pauze. Het allerleukste vond deze sportieve klas de pauze. Daar konden ze bijna niet op wachten. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Heel goed, klas. Met z'n tweeën naar de deur. Groep 8B was het tegenovergesteld van 8A. Zij vonden de pauze juist helemaal niet leuk en wilden liever binnen blijven en alvast de lunch gaan voorbereiden. Iedereen, rondjes rennen. Ik kom zo, ik ga even naar de directrice. Ik snap echt niet waarom ze zitten te rennen. Dus dat is al hun tweede rondje. Ja, ik zal het ook niet zeggen. De directrice van de school maakte zich zorgen om de beide groepen en riep de leerkrachten bij zich, omdat zij vond dat er meer balans in de groep moest komen. Twee groepen 8A en B vind ik niet dat het heel goed gaat. Want ja, de groep 8B is weer heel dik. Maar de groep 8A is weer heel erg sportief. Ik vind dat mijn klasse in balans is. Ze zijn niet te dun en niet te dik. In balans. Ze sporten alleen maar. Ze maken niet eens taal en rekenen goed. Zeg, dat vind ik niet goed hoor. En ze zijn veel te mager. Een week later hadden directrice en haar collega in het huis van 2 beroemde psychiaters een therapiesessie georganiseerd. Na alles gehoord te hebben, kwamen de psychiater al snel tot een conclusie. Ik vind dat de klas van 8 meer moet sporten en minder moet bezighouden met eten. En de klas van Youssef minder moet bewegen en wat meer gezonder moet eten. Dat is gewoon waar gelijk. Ja. Youssef, wat vind jij ervan? Dat vind ik niet zo eigenlijk aardig, maar ja, dat is allemaal onzin. Ik wil gewoon dat mijn klas lekker sportief is, maar als je dat wilt, dan kan ik het wel regelen. Als jullie dat willen doorvoeren, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen voor jullie. De raad van de psychiater werd opgevolgd en ging de sportieve meester ermee aan de slag. Ik heb vandaag slecht nieuws en goed nieuws. Vandaag hebben we gewoon les. Wat gaan we doen, meester? Fietsen, zwemmen? Ik ben het aan het oefenen van de triathlon. Kunnen we dat gaan doen? Nou, ik had een gesprek met de psychiater. Nou, hij zei dat allebei de klassen een klein beetje in balans moeten komen. Dus we gaan dit keer op kookles. Kookles? Kookles? Ze kregen daarom de snoep die de kinderen van de andere groep hadden meegenomen. Oh, waar ik toch ben voor straks. Zo bleef groep 8A nog wel sportief, maar waren ze veel meer in balans. Smaakt lekker. En zaten ze ook niet meer met sportkleding in de klas.